In deze video gaan we kijken naar crowdfunding, oftewel peer-to-peer lending. En dan specifiek gaan we kijken naar twee bedrijven, Geld voor Elkaar en Lender en Spender. We gaan kijken naar wat is crowdfunding, wat zijn de kenmerken van deze bedrijven en vooral ook wat zijn de voor- en nadelen van deze bedrijven. Bijvoorbeeld ten opzichte van geld sparen op de spaarrekening. Dus laten we beginnen met de video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik iedere week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Zijn dit nou onderwerpen die jij ook interessant vindt? Abonneer je dan nu op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. En alle informatie die in deze video besproken wordt, zoals links of gewone informatie of de tijdcodes naar verschillende onderwerpen in deze video, kun je onder deze video terugvinden. Maar dan gaan we nu dus beginnen met het crowdfunding. Wat is nu al precies crowdfunding? Crowdfunding is iets van de laatste jaren. Ik denk van een beetje vanaf 2012 dat het populair werd. En het is eigenlijk zo dat door middel van het internet het natuurlijk veel makkelijker is om geld te lenen, vooral bij grote groepen. Voorheen als je geld nodig had, dan ging je naar de bank en daar maakte je afspraken mee en daar ging je je geld halen. Tegenwoordig is het zo dat bij crowdfunding zeg je eigenlijk welk bedrag je nodig hebt en waarvoor je het nodig hebt. En verschillende websites die daarop inspelen, die zorgen dan dat het bij mensen terechtkomt. Investeerders die nog geld over hebben, die kunnen dan kijken naar welke projecten zijn er en daar kunnen ze dan geld in investeren. En het woord crowdfunding, crowd, oftewel publiek, je zorgt eigenlijk voor dat je uit verschillende stromen, een groot publiek, haal je eigenlijk geld binnen. In plaats van één op één met de bank, kan het nu zo zijn dat voor jouw project misschien wel 100 investeerders zijn, die allemaal een klein beetje inleggen, om te zorgen dat het totale bedrag wat jij nodig hebt, bij elkaar wordt verzameld. En dan heb jij je geld binnen. Vaak is dit voor jou interessant als je geld leent, omdat je dan lagere tarief hebt dan bij de bank. En voor investeerders is het vaker interessant, omdat ze toch een redelijk rendement terug kunnen krijgen op het geld wat ze uitlenen. Hoger dan op een spaarrekening en ongeveer in dezelfde buurt als met een beetje met aandelen. Dus verwacht ergens 6-8% rente kun je ontvangen. Dat zijn in ieder geval de dingen waar ze van uitgaan. Welke vormen van crowdfunding zijn er of welke platformen zijn er? Er zijn eigenlijk verschillende vormen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Kickstarter, waar een bedrijf een idee eigenlijk op de markt brengt en kijkt of er mensen zijn die het product willen kopen en die investeren eigenlijk direct in het bedrijf. En zodra het geld bijeen is, wordt het product gemaakt en krijg jij jouw product. Maar waar wij naar gaan kijken is peer-to-peer lending. En dan is het zo, zoals in het voorbeeld net heb gezegd, stel iemand wil een geldbedrag lenen. In plaats van één op één met de bank spelen ze het via crowdfunding of peer-to-peer lending. En zorgen ze misschien dat er wel 50 of 100 investeerders zijn die allemaal een klein beetje inleggen om die lening van die ene persoon bij elkaar te krijgen. De platformen waar wij naar gaan kijken zijn twee Nederlandse platformen. Ten eerste is dat Geld voor Elkaar en de andere is Lender en Spender. Laten we beginnen met Geld voor Elkaar, geldvoorelkaar.nl. Dit is een platform waar ik zelf ook gebruik van heb gemaakt. Ik heb in eind 2012, begin 2013 in totaal €700 geïnvesteerd in 4 projecten. Ik ben begonnen met een investering van €100 in een project met een langere looptijd. Dat was toen 60 maanden. Al vrij snel dacht ik al van ja, ik wil liever kortere periodes dat mijn geld vaststaat. Dus latere projecten zijn zeg maar tussen de 24 en 36 maanden geweest. In totaal 4 projecten heb ik dus €700 geïnvesteerd. Inmiddels zijn dus al die looptijden verstreken. Heb ik bij al mijn projecten al het geld binnengekregen, inclusief de rente. En er was dus zeg maar €700 inleg en ongeveer €770 teruggekregen. Dus zeg maar voor de kosten een goede 8,5% rendement gehaald op deze projecten. Geld voor Elkaar is dus ook rond 2012 begonnen en inmiddels al behoorlijk gestegen. Op dit moment halen ze de laatste jaren tussen de 25 en 30 miljoen euro binnen voor de projecten te financieren. Dit kan dus zijn vanuit investeerders zoals ik met €100, maar er zijn ook investeerders die met 1000 of 10.000 euro inleggen. En wat kenmerkend is voor Geld voor Elkaar is dat het vaak om eenmanszaken of bedrijven gaat. Bijvoorbeeld een bedrijf dat werkkapitaal nodig heeft of een pand wil aankopen. Misschien voor zichzelf of misschien wel voor de verhuur. Dat soort dingen. Je kunt over al deze projecten heel veel informatie vinden. Ook over de mensen die het willen hebben. Ze hebben vaak uitgebreide gegevens over de persoon, over de bedrijfsfinanciën, welke voorspellingen ze willen doen, hoeveel zekerheid je hebt. Dat is een beetje kenmerkend voor Geld voor Elkaar. En zoals gezegd heb ik hiermee met verschillende projecten zeg maar 8,46% rendement gehaald. Dit was uit eigen ervaring en in ieder geval bruto rendement. Dus daar gingen nog kosten vanaf. Kosten die Geld voor Elkaar rekent voor het aanbieden van deze service is zeg maar 0,5%. 0,54% rekenen ze
hiervoor. En dat is dus op het bedrag dat je geïnvesteerd hebt. Dus iedere keer wordt er een klein beetje geld ingehouden en worden hun kosten gedekt. En dus zul je uiteindelijk zien dat op jaarbasis ik tussen de volgens mij 7-8% rendement heb gehaald op mijn projecten. Als je nou geld wil gaan investeren in crowdfunding via Geld voor Elkaar, dan zou ik aanraden om ten eerste natuurlijk te kijken welke projecten ze hebben. Zijn het interessante projecten met een mooie looptijd waar je graag aan wil voldoen? Ziet het er betrouwbaar uit of is het iets wat bij jou past? Maar het is ook belangrijk om te gaan kijken naar de statistieken. Die kun je vinden bovenaan in het menu. En dan zie je statistieken staan en kun je het rapport voor 2018 downloaden. En als je daarin gaat kijken, zie je dus hoeveel geld ze hebben uitgeleend. Maar wat veel belangrijker is, is het rendement en of alle betalingen wel op tijd worden gedaan. Het is natuurlijk zo, omdat er veel mensen geld lenen, kan het ook zijn dat er projecten zijn waar niet al het geld van terugkomt. Mensen zijn die op een gegeven moment niet meer zijn leningen kunnen betalen. En dat is dan belangrijk voor jou als investeerder om daar te kijken hoeveel procent is dat. En hoe vaak komt het voor en kan ik er misschien iets tegen doen? Nou, je kunt er waarschijnlijk niks tegen doen, maar wel op het moment dat je zorgt dat je keuzes gaat maken waarin je je geld investeert, zorg dat je goed kijkt en de risico's goed inschat. Maar als we gaan kijken naar de rendementen, dan zeggen hun dat ze bijna 7% bruto rendement kunnen halen, of 6,92% om precies te zijn. Maar in die grafiek zien we ook verschillende stappen over het afboeken van achterstand. Het kan dus natuurlijk zo zijn dat mensen niet meer kunnen betalen, niet meer willen betalen, maar waarschijnlijk niet meer kunnen betalen. En dan krijg je dus te maken met lager rendement. Zoals gezegd, ze gingen eerst uit van 6,92%. Maar wanneer je die achterstand een beetje meerekent, dan ga je al snel richting de 5%. Kijken we nou naar het afboeken van achterstand die langer dan 90 dagen duurt, dus mensen die langer dan 3 maanden achter zijn met betalen, dan zul je zien dat het rendement zakt naar 4,2%. Nou, dit is natuurlijk heel erg belangrijk om mee te nemen in je investering, omdat je in het begin van 7 of 8% uitging. Maar je kunt dus ook rekening houden dat er projecten zijn die jij gaat financieren waar het niet zo is en dat je dan richting de 4% gaat. En dit zijn nog maar gemiddeldes. Het kan ook zo zijn dat net het project wat jij kiest niet betaalt, waardoor je eigenlijk dus veel meer dan die 4% kwijtraakt. Dus dat was wel een belangrijk punt. Maar daar gaan we straks bespreken bij de nadelen. Maar bij Geld voor Elkaar kies je dus je eigen projecten en moet je dus zorgen dat je dit soort risico's zelf goed inschat en bepaalt. Nou, kijken we dan naar Lender en Spender. Dit is een website die ik voorheen nog niet kende, maar iemand van mijn kijkers had me hierop geattendeerd en die vroeg of ik hier een video over wilde maken. Nou, ik wilde al over crowdfunding beginnen en dan vooral mijn eigen ervaring met Geld voor Elkaar. Maar ik neem deze website dus ook even mee. En bij Lender en Spender zul je zien dat je het geld inlegt en zij verspreiden het direct over alle projecten. Dan heb je dus al niet te maken met, stel je pakt het verkeerde project, dan verlies je daar heel veel geld op. Nee, je geld wordt verspreid over projecten. En op dit moment zijn er 655 projecten waarover je geld verspreid wordt. Ze gaan ook uit van op dit moment van een rendement van 4,3% dat je kunt behalen met je investeringen. En dit is wel iets meer zekerheid, omdat zoals gezegd hier automatisch die spreiding al aanwezig is. In tegenstelling tot bij Geld voor Elkaar, waar vooral vaak eenmanszaken of bedrijven geld leenden, zul je zien dat bij Lender en Spender het eigenlijk alleen maar particulieren zijn. Mensen die een eenmanszaak hebben of een bedrijf kunnen hier geen geld lenen. Zij richten zich vooral op particulieren en die kunnen dan geld lenen voor grote aankopen. Dit kan zijn verbouwingskosten bijvoorbeeld. Het kan ook zijn om je huis te verbouwen of om een lening over te sluiten. Gaan mensen nou geld lenen voor een auto, zoals ik altijd afraad? Want een auto neemt op de lange termijn in waarde af. Want je gaat dus geld lenen wat geld kost op een object, of in dit geval een auto die in waarde daalt. Dus het kan zomaar zijn dat als je het niet kan betalen, je auto weer moet verkopen, dat de auto al ver in waarde is gedaald, terwijl je schuld juist is toegenomen. Dus dat is nooit slim. En dus misschien ook wel een beetje risico bij dit soort dingen, dat mensen geld gaan lenen op dingen die minder waard kunnen worden. Maar Lender en Spender zegt dat ze alleen mensen accepteren met een hoge kredietwaardigheid. Ze gaan deze toetsen. Bijvoorbeeld heeft iemand een vaste baan. Dit is wel een vereiste. Hoe is hun historie met betaling? Zijn ze bekend bij het BKR? En hoe hebben ze toen hun betalingen gedaan? En ze gaan ook het inkomen toetsen, net zoals een normale bank zou doen. Dus ze gaan kijken van, heb jij het inkomen om bij deze lening de afbetaling te kunnen betalen? Waardoor eigenlijk, zo volgens hun, en ik denk ook wel dat het waar is, mensen dus die een lening krijgen, in ieder geval de middelen hebben en een vaste baan hebben en zo, en de geschiedenis hebben, dat ze in ieder geval de betalingen kunnen betalen en ook waarschijnlijk gaan afbetalen. En dat is wel belangrijk als je geld gaat investeren, omdat je dan weet dat
de kans dat jij je geld terugkrijgt gewoon heel erg groot is. Maar natuurlijk doen Lender en Spender dit ook niet voor niks. Ze bieden deze service aan en ze vragen daarvoor 1% kosten, een vergoeding, een fee. En deze verrekenen ze met de maandelijkse dingen die je zou ontvangen. Daar halen ze die fee van af en wordt die op die manier verrekend. Ook bij Lender en Spender is het natuurlijk belangrijk. Je kunt niet gaan kijken naar specifieke projecten. Dus waar het wel belangrijk is om te gaan kijken naar statistieken. Ook hier kunnen we de statistieken van 2018 gaan bekijken. Die vind je onderaan op de... onderaan de pagina, daar vind je de statistieken en dan gaan we daar kijken. Dan zul je zien dat het gemiddeld geleend bedrag bijna €6500 is en de looptijd ongeveer 49 maanden is. Ze zijn inmiddels gegroeid naar €5,8 miljoen uitgeleend over 884 projecten die ze hebben gedaan. Dus het zijn vaak kleinere bedragen vergeleken met geld voor elkaar. Maar dit zijn ook particulieren en die andere was meer zakelijk. Het zijn vaak grotere bedragen. Er zijn 590 investeerders bijna die gemiddeld €9900 per persoon hebben geïnvesteerd. Maar ook hier is weer belangrijk om te gaan kijken naar de rendementen en de achterstanden die hierbij horen. Omdat dat natuurlijk weer aangeeft welke zekerheid heb je voor je terugbetaling en welk rendement kun je hierop halen. Kijken we naar deze achterstanden, dan zagen we dat die halverwege 2018 in één keer heel snel toenamen. Maar ook aan het einde van het jaar weer een stuk verder afnamen. En we kunnen een beetje uitgaan wat er van 2,5% achterstand is in verschillende termijnen. Ook hun gaan rekenen met verschillende maanden, 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, of langer dan een jaar. Zelf zeggen ze overigens dat ze een schatting maken dat het verlies ongeveer 0,5% is op je rendement. Dus 0,5%. Ze boden eerst, gaven ze aan, verwachting van 4,3% rendement. Nou, als we daar 0,5% van afhalen, zul je uitkomen op 3,8% rendement dat je... De verwachting is dat je kunt halen met deze investeringen via deze website. En het traject wat zij gaan behandelen, mocht nou iemand niet kunnen betalen, is dat ze eerst gaan kijken wat er aan de hand is. Kunnen ze een betalingsafspraak maken met die persoon? Waarschijnlijk moet dat lukken, omdat die vaak inkomenstoets zou zeggen dat ze het kunnen halen. Ze hebben een vaste baan, maar misschien valt die weg. Kijk, is er een betalingsregeling mogelijk? Zo niet, en werkt dat niet, dan gaan ze over naar het incassokantoor. En werkt het via de incasso niet, dan zetten ze stap naar de rechter. En ze proberen ze op die manier zijn geld en zijn betalingen terug te krijgen. Dan hebben we de beide projecten behandeld, geld voor elkaar en Lender en Spender. En is het nu dus tijd om te gaan kijken naar de voor- en nadelen. Nou, laten we beginnen met de voordelen. Zoals gezegd kun je in het geval van Lender en Spender geld investeren. En heb je bij allebei trouwens een mooi rendement van... zeg maar 4-5%. En je hebt direct al spreiding bij Lender en Spender, omdat zij het geld wat je inlegt verspreiden over alle projecten die er zijn, of die nog aankomen. En daardoor is je risico dat er dus projecten zijn waar je geld op misloopt, een stuk minder dan bij geld voor elkaar. Want daar kan het zomaar zijn dat iemand niet terug kan betalen, net het project wat jij hebt, waardoor dus kosten die gemaakt worden, die worden niet op jou verhaald, maar wordt wel een gedeelte verrekend in de dingen die je hebt. En je hebt ook het geïnvesteerde bedrag, zul je niet meer terugkrijgen. Waardoor je bijvoorbeeld, stel je hebt €100 geïnvesteerd en halverwege houden ze op. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de helft van je investering kwijtraakt. Dat is tenminste zoals ik het heb kunnen lezen via hun website. Maar waarom gaan mensen naar crowdfunding en wat is nou een voordeel? Nou, je bent vaak veel meer betrokken bij een investering. Omdat je veel meer informatie ziet over een project. Dat is in ieder geval bij geld voor elkaar. Je kunt zien waar mensen het voor gaan gebruiken. Misschien is het wel van een bedrijf bij jou in de buurt. Een bedrijf waar je vaak komt en dan kun je die op die manier steunen. En zoals gezegd kun je een redelijk rendement halen op deze investeringen. Bij Lender en Spender zou ik uitgaan van ongeveer 4%. Bij geld voor elkaar waar je iets meer risico loopt, krijg je 5-6% waar ik van uit zou gaan. En dat zijn dus op zich de voordelen van deze bedrijven, maar natuurlijk zijn er ook nadelen. Dit zijn overigens niet alleen de nadelen van deze bedrijven, maar gewoon in het algemeen van crowdfunding of peer-to-peer lending. Dus ik noem nou bij deze bedrijven als voorbeeld, maar ook bij andere zijn deze voor- en nadelen van toepassing. Nou, de eerste nadeel is natuurlijk, zoals ik vaker noem, kosten. Mensen, bedrijven doen dit niet voor niks. Die vragen daar geld voor deze service. En ook hier heb je dus te maken met kosten. Bij geld voor elkaar is het zeg maar 0,5%. En bij Lender en Spender is dit 1%. En alle kosten die je maakt, zoals eerder al gezegd, ook al is het maar 1% per jaar, is een klein bedrag nu, maar op lange termijn, als je veel geld investeert, is die procent toch telkens... van grote invloed op de lange termijn op je vermogen. Dus ook hier is dat een nadeel. En een nadeel is dat je misschien wel geen extra kosten kunt maken op het moment dat je te maken krijgt met achterstallige betalingen. Maar dat je dus wel die kosten niet krijgt, maar wel dus minder geld terugkrijgt.
Dus eigenlijk maak je wel kosten omdat je investering gewoon niet in zijn geheel terugkomt. Dat is natuurlijk een groot nadeel. Dat nadeel is iets minder bij lender en spender omdat daar meer spreiding is. Omdat je investeert over alle projecten dan zoals gezegd bij Geld voor Elkaar waar je een specifiek project kiest. Maar bij beide partijen wordt natuurlijk uitvoerig van tevoren gekeken en gecontroleerd of iemand kredietwaardig is. Zoals gezegd bij lender en spender gaat het over 3 eisen. Hebben ze een inkomen, een vaste baan? Genoeg inkomen in ieder geval en een BKR-registratie of hoe is hun geschiedenis daar. Bij Geld voor Elkaar krijg je veel meer details over, staat er iemand garant bijvoorbeeld, persoonlijk garant, heeft iemand een koophuis wat als onderpand kan dienen. Al die informatie kun je zelf vinden, ze geven daar per persoon, per project eigenlijk ook een klassering aan van hoeveel risico loop je. En daar kun je natuurlijk als je zelf gaat kijken, zelf keuzes in maken, hoe schat jij het risico in. Is het er meer risico aan een project, krijg je waarschijnlijk ook meer rente trouwens. Dus dat is op zich wel weer een voordeel. Maar dat is dus belangrijk dat je gaat kijken, ook al controleren hun de kredietwaardigheid. Maak voor jezelf ook die kredietwaardigheidscheck. Hoe schat jij de risico's in? En is het rendement wat er tegenover staat, past dat bij de risico's die genomen worden? En dan komen we nu aan bij het laatste nadeel. En dat was voor mij het grootste nadeel. En dat is ook de reden dat ik na die tijd niet meer geïnvesteerd heb. Zoals gezegd, het eerste project wat ik deed, zat een looptijd van 60 maanden, 5 jaar op. Na de hand heb ik dus telkens 24 tot 36 maanden, oftewel 2 tot 3 jaar gekozen. Maar het maakt eigenlijk niet uit hoe lang je kiest. De meeste zijn dus tussen 2 en 5 jaar overigens. Je geld zit gewoon gedurende die periode vast. En dit is natuurlijk heel anders dan bij spaarrekeningen, waar je gewoon letterlijk de dag zelf je geld eruit kunt halen. Of bij aandelen, dat je misschien een goed moment kiest om het geld eruit te halen. Je kunt het vandaag eruit halen, maar misschien pak je dan verlies. En zit je in een stijgende lijn en wacht je bijvoorbeeld nog een week. Of zie je het aankomen, pak je het volgende maand. Maar bij dit soort projecten zit je geld gewoon gedurende een langere periode vast. Vaak meerdere jaren. En dat vind ik dan een moeilijk punt. Omdat je in dit geval dus echt alleen met geld dat je zeker de komende jaren niet nodig hebt, hierin moet investeren. En de rendementen zijn redelijk. Het risico is ook wel daarnaartoe trouwens. Maar ik zou persoonlijk dan zelf kiezen eerder voor aandelen. Daar heb je iets meer risico, maar vaak ook iets hogere rendementen. Maar het grootste voordeel daarbij is dat als er iets aan de hand is, je hebt geld nodig of weet ik wat. Je kunt vaak dezelfde dag gewoon direct je aandelen verkopen en je geld terugkrijgen. En dat is dus voor mij een belangrijk punt om zelf op te houden met crowdfunding. Maar misschien denk jij daar anders over. En dan is het natuurlijk een mooie optie voor jou. Tot zover deze video. Bedankt weer voor het kijken. Nou, de volgende video van aanstaande maandag gaan we doen over aandelen kopen via de Giro. Ook in deze video heb ik het weer gehad over aandelen en in heel veel video's. Maar ik heb eigenlijk nog nooit specifiek ingegaan op hoe je aandelen koopt. Nou, en waarom via de Giro? Omdat ik dat altijd aanraad. Al die informatie krijg je dus in de volgende video. Wil je nou meer video's zien? Zoals gezegd over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Abonneer je dan even op het kanaal. Dan krijg je elke week 2 video's over deze onderwerpen. Vond je het een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat een reactie achter onder deze video wat je nou goed vond of minder goed vond. Misschien heb je nog suggesties of tips, vragen, antwoorden op aan mensen die een vraag stellen in de reacties. Nou, laat dat allemaal achter in de reacties onder deze video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.